Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken bij een nieuw avontuur van de Toy Soldier. Heerlijk buiten. Super weer. Klein beetje wind. Ik heb een nieuwe microfoon, dus ik hoop dat ik hem vanavond niet opnieuw hoef in te spreken. Ja, mocht dat wel zo zijn, ja, dan zal ik weer wat moeten gaan verzinnen. Had ik wel een klein beetje over nagedacht. Stel je voor, er is nou een camerawinkel die kijkt. Stel je voor, er kijkt een camerawinkel nu. En jullie zouden mij een goede microfoon die echt goed voor buiten is willen sponsoren. Dan doe ik hier bovenin een disclaimer met jullie winkel. Ik ben samen met Wilco. Wilco. Hey, Wilco is uit beeld, maar hij is er wel. Jongens, dit is echt heel gaaf. Dit is echt super gaaf. Ik weet niet eens hoe ik hem moet houden. En ik weet nog niet eens hoe die eruit ziet als ik hem schoongemaakt heb. Hierover staat versiering op. En hierover staat ook versiering op. Dus ik ga dat straks wel eventjes beter laten zien. Ik loop even naar de slootkant. Ga ik even kijken of ik hem een beetje schoon kan maken. Maar het is een soort, ja, een soort... Het lijkt op een soort lepel of een soort schotel of een soort... Nou, zeg het maar, ik weet het niet. Dat is wel weer een aparte vondst. Het is een soort hangertje, een soort label. Met een heel lang nummer erop. 18. Ja, de achterkant is kaal of leeg. Ja, ik denk dat het ook een soort label ergens van is. Van een soort verkoopwaar. Gaan we hem samen openmaken. Ik heb hier een kluitje. En in het kluitje zit waarschijnlijk een duitje. Of een leeuwencentje. Ja, een leeuwencentje. Oh, even kijken of ik het een beetje goed kan laten zien. Dat is leuk, hè? In de put. Oh, kijk. Zilver! Mooi. Nou, ja. Met stempel. Ja? Ja, stempeltje hier achterin. Oké. Wilco die komt even een zilveren achterkant van een zakhorloge brengen. Tenminste, hij komt hem niet brengen, hij komt hem laten zien. Hey, dat is heel wat anders, hè? Nou, een speelgoedbordje, ja, het is echt... Je kan er bijna niks meer van maken. Dit is de rand van het bordje en dit de bodem en de rest is allemaal weg. Maar goed, het is speelgoed. Hey, speelgoed. Kijk, speelgoed. 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 Kijk, en dit is waarom ik mijn oude trouwe rakker meegenomen heb. Want die zet je eventjes op de DP-mode. En ik heb het nog niet uit de kluit gehaald hoor, maar kijk, dat is dus, even goed doen, deze diepte. En gaan we even kijken wat erin zit. Gaan we samen kijken wat erin zit. Kijk, prachtig. Dat is gaaf, hè? Die is super gaaf. Echt super gaaf. Mooie gesp en lekker oud ook. Leuk. Ontzettend leuk. Mudbang noemen ze dat. Filmen terwijl je in het eten bent, dat heet mudbang. Okay. Dit is helemaal in tegenwoordig. ASMR en mudbang. Een ASMR is dat je in je microfoon moet gaan smakken. Oh. En mudbang is dat je gewoon... Ja, dan gooi je ze gaan zeggen wat je dan... Lekker bourgondisch. Dat is mudbang. Okay, nou dat doen we niet aan. Dat doen we er niet aan. Dan knippen het er niet uit ook. We zijn even lekker een bolletje aan het eten. Want het is eigenlijk best wel heel warm. Ja. Moet even wennen aan de warmte. Klagen niet natuurlijk, maar moet wel even wennen. Dus, bolletje, drankje erbij, gaan we zo weer verder. Ja.
Kijk nou, precies zo'nzelfde ding als dat ik van de week ook al had. Dit is een lucifer doosje. Een tondeldoosje, lucifer doosje. Hier kon je mee aanstrijken. Hier zaten een paar zwavelstokjes in en er zat een dekseltje op. Maar ja, die deksel is eraf natuurlijk, net als de vorige keer. Maar wel een leuke vondst. Wat heb je? Brandweerpenning. Brandweerpenning? Ja. Nou, jullie moeten het maar geloven, het is een brandweerpenning. Nou, dan krijgen we hem niet scherp gesteld. Maar hij is wel leuk. Ja. Normaal gesproken film ik zulke lepeltjes niet eens, maar dit is wel zo'n klein lepeltje dat je bijna zou denken dat het bij een pophuis hoort. Maar hij is wel leuk. Blijft hij op je schouder zitten, dan is de papegaai mee. Oh, het is een halve. Hij is leuk. Ja, hij is echt leuk. Ja, het is wel een mooi dingetje. Als deze heel is, dan is die dubbel gevouwen. En dan zit er in dit holletje zit een vuursteentje. En die konden ze dan zo in het musketpistool doen. En dan ging de haan ging tegen het vuursteentje aan. Het vuursteentje gaf een vonkje. Het vonkje kwam bij het kruid. En het kruid schoot de musketkogel af. Dus het is een onderdeel, een wegwerponderdeel van een musketpistool. Mooi, hè? Dat is een marineknoop. Prachtig. Er even uithalen. Halen we hem er samen even uit. Welkom bij de marine. Wat jammer zien. Oh, ja, dan moet ik heel erg moeilijk gaan doen om dit poppetje te laten zien. Want jij hebt hem hij lijkt wel een beetje op jou. Kijk eens die kant op. Ja, man. Het is jij. Ja, het is ik. Het is jij. Hij zit te poepen. Ja, ik denk het, ja. Ja. Kijk nog eens die kant op. Ja, dag. Hij is echt leuk. Ja. Hier. Dank u. Hij was voor jou. Ja. Het zou natuurlijk niet leuk zijn als Wilco met een brandweerpenning naar huis gaat en ik niet. Dus ik heb er ook een. Ik moet hem nou eventjes afpunniken. Ik weet al wat erop staat. Hier staat een brandweerwagen. Of zo'n kar, zo'n handpomp. Hier staat een handpomp en aan deze kant staan twee leeuwen met de wijk eronder en dit is wijk 12. Of, zeker goed? Ik denk wijk 12. Nou, die is wel weer ontzettend leuk. Dit is een 80, kijk, moet ik hem houden, zo. 1883, Amsterdam, 1 mei 1883. Nou, gaan we even googlen. Dit was hem weer. En ik heb dorst. Ja. Ik barst van de dorst. Ik ook. Dus ik ga eerst even wat drinken scoren en daarna gaan we lekker naar huis. Bedankt voor het kijken. Zeker. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, maar vergeet ook niet te abonneren. Ik ga niet eens meer uitleggen waarom. Want als jullie die prijzen niet willen, dan druk je toch lekker niet op dat knopje. Dan neem ik die cadeaubonnen wel. Dan geef ik die cadeaubonnen gewoon aan random en iemand anders. Mag ook, hoor. Hè? Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.